Koopavond steeds minder in trek. Politiek niet blij met doorgang wie geschaatst en ramkraak bij juwelier inzetten. Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 14 oktober. Bezoek jij nog wel eens een koopavond? Nou, steeds minder mensen in de regio doen dat, zo blijkt uit rondgang van RN7 onder centrummanagers. En veel voorkomende reden is dat het koopgedrag van consumenten is veranderd. Ik werk zelf 40 uur in de week, dus eigenlijk het enige momentje door de week dat ik naar de stad kan is wel op een koopavond. Dus ik vind wel dat het moet blijven, ja. Ik heb een vintage winkel met een collega in de Hezelstraat. En wij kiezen ervoor om dicht te zijn op donderdag, omdat de zondag voor ons veel rendabeler is. Ik snap niet zo goed waarom je op donderdagavond nog weer extra de stad in moet, als het ook gewoon op een zaterdag kan of overdag of weet ik veel wat. Dus ja, ik ben niet echt voorstander van de koopavond. Nee. De koopavond wordt steeds minder bezocht dan voorheen. Ondernemers ervaren dat ook. Ik denk dat het steeds minder wordt. Vroeger was de koopavond een avondje uit, weet je, en dat is nou eigenlijk niet meer. Veel winkels gaan tijdens de koopavond ook al eerder dicht dan dat ze voorheen deden. Niet alleen bezoekers, maar ook veiligheid speelt een rol. Anders is de koopavond tot 9 uur en heel veel mensen zijn nou tot 8 uur open. Omdat ze het dan niet meer veilig voelen als ze dan tot 9 uur open zijn in een heel donker centrum. Voor juwelier Van Woerkom in Druten heeft de koopavond toch nog wel een toevoeging. Wij zijn nog steeds open. We hebben wel aan de openingstijden wat veranderd. Wij waren tot 2-3 jaar geleden tot 9 uur open, maar we hebben de koopavond teruggebracht tot 8 uur. En wij hebben in die tijd toch nog voldoende bezoekers. Maar waarom is het dan wel teruggebracht naar 8 uur? Omdat na 8 uur gewoon weinig in bezoek meer komt. De meeste bezoekers komen tussen 7 en 8 uur. Maar voor ons is nog steeds lonend om open te zijn. Toch geldt dat niet voor alle winkels in Druten. Ja, er zijn winkels in Druten zijn inmiddels gesloten op koopavond. Er zijn er maar enkele. De meeste zijn toch wel gewoon open. Bijvoorbeeld, we hebben een modezaak, bijvoorbeeld Annette Mode. Die zijn nog steeds heel erg enthousiast over hun koopavonden. Dus we kunnen niet beter stoppen met de koopavond? Nee, wij zijn zeker niet van plan om te stoppen met de koopavond. Ik denk dat het op de duur wel afgeschaft wordt, denk ik. D66 heeft afgelopen week laten weten het niet eens te zijn met het organiseren van Wie geschaatst. De bedoeling is dat de schaatsbaan er deze winter weer staat. Maar D66 zegt dat het beter is om met een alternatief evenement te komen dat minder energie zal verbruiken. Hierbij hebben ze de steun van GroenLinks en het CDA. We zijn niet per se tegenstander van Wie geschaatst. Maar we vinden het wel raar dat in deze tijd, waar de energieprijzen heel erg hoog zijn, dat wij dan, als het doorgaat zoals voorgaande jaren, wij 70.000 kilowattuur aan subsidie in natura verlenen. Dat komt gewoon neer op 35.000 euro in deze tijd. En wij vragen ons af of dat echt de bedoeling is. Wiegenschaats kon helaas niet voor de camera komen, maar heeft wel een schriftelijke reactie kunnen geven. Een van de belangrijkste redenen voor het doorgaan van Wiegenschaats is om jongeren actief buiten te laten bewegen. Tevens is het 3 weken lang een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ijsbaan heeft een sociale cohesie en is goed voor de lokale economie. Wiegenschaats heeft altijd al veel aandacht gehad voor het milieu en het energieverbruik. Vanaf 2013 is er gekozen om alleen stroom te gebruiken en geen diesel. Er is altijd gewerkt met gerecyclede bekers en ook bij de keuze van de ijsbaanleverancier is er gekozen voor een duurzame partner. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook synthetische schaatsbanen, dus dat zou een alternatief kunnen zijn. En dan kan het evenement natuurlijk gewoon doorgaan. Maar als dat niet een optie is, dan kunnen we ook kijken naar alternatieven die ook het vermaak brengen voor alle inwoners. Een kerstmarkt bijvoorbeeld verbruikt minder energie. En zoals ik zei, een synthetische ijsbaan verbruikt ook niet de 40.000 tot 70.000 kilowattuur aan energie. Het gaat er niet om evenementen gewoon te cancelen. Het gaat erom om bewust te worden van het hoge energieverbruik. Terwijl sommige mensen echt in de kou onder een dekentje thuis op de bank zitten. En dat matcht gewoon niet met elkaar. En daar moeten we wel gewoon kritisch naar kijken met z'n allen. Juwelierswinkel van Schaik is slachtoffer geworden van een ramkraak. Dat gebeurde vrijdagnacht rond 4 uur in Zetten. Daarbij hebben de daders gebruik gemaakt van een container en een bestelwagen. De bestelwagen is in brand gevlogen.
Omstanders hebben de politie en de brandweer gebeld en hebben ook nog de auto naar achter gerold om te voorkomen dat het hele pand in vlammen op zou gaan. De politie moest wachten op de forensische opsporing om mogelijk achtergelaten sporen te onderzoeken om zo vermoedelijk bij de daders terecht te komen. De daders hebben goederen weggenomen en zijn gevlucht op een scooter die later werd teruggevonden door een krantenbezorger aan de Bellevleur. Er is een element bekend, sumier zoals we dat noemen. Dus we hebben op dit moment geen zicht op de daders. En dan vanochtend was er een techniekdag voor kinderen van het basis- en het voortgezet onderwijs. Kinderen van verschillende scholen uit de Maas- en Douwregio gingen bij bedrijven op bezoek om ze wat enthousiaster te krijgen over een opleiding in de techniek. Bij Groeizaam vinden we het sowieso belangrijk om de kinderen inderdaad voor te bereiden op techniek. Om voor te bereiden op beroepen die met techniek te maken hebben. Vandaar dus dat we in de basisschool al veel aandacht daaraan besteden. Door middel van technieklessen, door middel van lessen vanuit het techlokaal, maar ook dus zo'n bedrijvendag. Vanuit het techlokaal proberen wij kinderen, groep 7-8, alvast kennis te laten maken met techniek. Ja. Dus door het in ieder geval te zien, je wereld groter te maken, weet dat het er is, wordt het een reële keuze. En het mooie is, in deze regio kun je vooruit op het voortgezet onderwijs en de werknemers daarna die staan om je te springen. Dus er ligt er eigenlijk een hele wereld voor je open in het land van Maas en Waal. Wij ervaren dat nu in de jaren na corona, dat bedrijven weer de leerlingen kunnen ontvangen. Dat als leerlingen het een keer gezien hebben, dat het ook meer aanspreekt en dat ze er dan ook sneller voor kiezen om toch weer techniek te gaan doen. De aandacht binnen het onderwijs ligt altijd natuurlijk op taal, lezen, rekenen. Daar wordt ook voor getoetst, et cetera. Daar kijkt het ministerie ook naar. Neem niet weg dat het andere stuk net zo goed voorbereidt op de maatschappij. Nou, we willen eigenlijk deze activiteit op de kaart zetten om een jaarlijks terugkerend evenement te gaan maken. Zodat je in de brugklas, in de tweede klas, geconfronteerd wordt vanuit de Pax Christi met dit soort dagen. Zodat het juist de aandacht krijgt die het verdient. Naast de traditionele technieken zoals lassen en snijden, wordt er bij de kokopslag milieusystemen ook veel met technologie gedaan. Denk dan ook aan VR-brillen, augmented reality en hololensen. En dat zijn technieken die de techniek in de toekomst verder helpen. En wat hebben jullie vandaag hier gedaan? Een vogelhuisje gemaakt, gelast en op een hoogwerk gestaan. Een vogelhuisje gemaakt, gelast en op zo'n ding wat omhoog zo'n hoogwerker. Wil je later ook zelf dingen gaan maken als je ouder wordt? Ja, misschien wel. En jij ook? Ja, in de fabrieken. Ja. Ja, en dan sport. NEC speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. NEC speelde al 7 keer achter elkaar gelijk. Nog een gelijkspel en NEC evenaart een record. Het record dat Sparta nu heeft. De club uit Rotterdam, die doet het goed, staan zesde. Wat verwacht trainer Rogier Meijer van Sparta? Stug. Ja. Ik denk zeker vergelijkbaar met ons. Het enige verschil is dat zij een aantal wedstrijden hebben gewonnen door wel de doelpunten te scoren. En het is een ploeg die fysieke kwaliteit heeft, zeker voorin, hè, een lange spits. Maar die ook in staat is om als ze voorstaan het aardig dicht te houden. En nou goed, aan onze taak om daar een doelpunt te maken en te zorgen dat we niet in die situatie komen. Maar ik denk dat wij niet veel voor elkaar onderdoen. Nee. Ja, en, je zegt het doelpunt maakt het natuurlijk belangrijk. Dat is nog altijd wat moeilijk bij NEC, vaak één of geen. En wat moeten jullie wat dodelijker worden in de 16? Wat mist NEC? Nou ja, dat is niet zo makkelijk gezegd. Het is niet één speler. Hè. We zullen met elkaar moeten zorgen dat we daar vaker komen. Maar als ik kijk, de laatste wedstrijd tegen Excelsior was in dit seizoen de wedstrijd waar we het vaakst in de laatste gedeelte van het veld geweest zijn. Ja. Alleen dan gaat het ook om de keuzes die we maken en ook uiteindelijk de uitvoering daarvan. En de kwaliteit van voorzetten, de kwaliteit van bezetting voor de goal. Ja, dat zijn de dingen die beter moeten om één meer kansen te creëren. En twee om uiteindelijk ook meer te scoren. Ja. Het hele interview met trainer Rogier Meijer en een gesprek met Osama Tenane zie je direct na het regionieuws. Ja, het was vandaag een sombere grijze dag met vaak wat motregen. Ja, en dan krijg je dit soort plaatjes.
Koud was het niet, het was toch nog zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond miezelt het nog wat, later op de avond en in de nacht wordt het droog en klaart het op. Ja, dan kijken we naar morgen. Dan hebben we weer een bewolkte dag met weer wat motregen in de ochtend. In het noorden kan er zelfs wat harder gaan regenen. Verder is het wederom zacht, temperaturen van 17 graden. Ja, dan kijken we bij ons in de regio naar bewolkt dus. In de ochtend motregen. Later op de dag kan er ook een echte bui gaan vallen. Koud is het dus niet. Bij ons kan het zelfs 18 graden worden. De vooruitzichten. Zondag lijkt een iets betere dag te worden. Dan heeft de zon meer kans. Maar ook nog een bui. Dan een graad of 19. Maandag wordt de zachtste dag van de week. Met 20, misschien zelfs 21 graden. En af en toe een bui. De dagen erna blijft het wisselvallig. Wel gaat de temperatuur iets terug naar de gebruikelijke waarde. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Gelijk hierna zie je de NEC-update met de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Sparta. Voor het laatste nieuws kun je 24/7 terecht op onze website of via onze RN7-app. Morgenavond zijn we er met het RN7 regio nieuws weekoverzicht. Bedankt voor het kijken en een fijn weekend.